Yo, welkom weer een nieuwe video. En vandaag gaan wij onze guns, de biceps, die gaan wij eens even helemaal laten verzuren. We gaan eens even zorgen dat we daar flink spierpijn in gaan krijgen. We hebben er zin in. Zoals altijd selecteer ik niet zomaar wat oefeningen. Wij hebben de biceps zoals wij die kennen, om precies te zijn de bicep brachii. Die bestaat uit het lange hoofd en het korte hoofd. Daar heb ik twee oefeningen voor geselecteerd. En als laatste hebben wij nog de brachialis, die ligt onder onze twee bicep hoofden. Dus op het moment dat je je brachialis, als je die heel gespierd wilt krijgen en heel groot wilt krijgen, dan duwt die dat korte en dat lange hoofd, dus de bovenkant die je ziet op je biceps, die duwt die lekker omhoog. Dus, we selecteren, zoals ik net zeg, niet zomaar wat oefeningen. Er zit weer logica achter. We gaan dit gewoon lekker doen. Zoals altijd, setjes, series, herhalingen, reps, noem het maar op. Alles krijg je te zien. Eventuele tips en tricks ga ik je ook vertellen. We gaan lekker beginnen. Voor de eerste oefening heb je een kabelmachine nodig met een enkel handsvat. Zorg ervoor dat je ruggenwervel recht is, je torso een klein beetje naar voren buigt en je een zeer hard aangespannen buik houdt. Op het moment dat ik deze oefening doe, dan zorg ik er ook voor dat mijn elleboog op dezelfde plek blijft en ik met mijn hand niet hoger ga dan mijn borst. Er zijn drie dingen bij deze oefening die ik vaak fout zie gaan. Dat is het stukje dat je hand bij je borst is, naar je schouder toe bewegen. Dat kleine stukje heeft niet zo gek veel nut, want je verliest spanning van je biceps en dat willen we in deze verzuringsserie niet. Nummer 2 is dat mensen heel de lichaam mee gaan laten bewegen en mee gaan laten zwaaien om dat gewicht maar omhoog te krijgen. Beweeg gewoon rustig, houd spanning. En nummer 3 is dat de hand en elleboog niet in één rechte lijn blijven. Je hand en elleboog blijven ten alle tijde in één rechte lijn. En je elleboog en je hand schieten dus niet naar binnen of naar buiten toe. Oefening nummer 2, dat noemen wij 21e, oftewel een barbell bicep curl. Waarbij we 7 halve herhalingen maken. Dus eerst 7 keer de onderste helft van de oefening. Daarna maken wij 7 bovenste herhalingen, dus 7 keer de bovenste helft van de oefening. En daarna maken wij 7 normale barbell bicep curl herhalingen. Oefening nummer 3 is een reverse grip bicep curl. Ik doe dit met een EZ-bar en zoals je ziet laat ik het puntje van de EZ-bar naar mijn lichaam toe wijzen en pak ik de middelste greep op deze barbel. Voor deze oefening geldt, net zoals iedere bicep curl oefening, ga er mooi netjes rechtop staan, schouderbladen aangespannen, buik aangespannen, billen aangespannen en ga vanaf daar je bicep curls doen. Dat zijn weer 3 heerlijke oefeningen voor onze guns. Hoppakee, sets, series, complete praatje. Hier staat hij in beeld. Je kunt hem natuurlijk weer pauzeren. Als je deze workout wilt doen. Als je hem nou gaat doen, laat dan even een reactie achter. Vind ik leuk. Als je nieuw bent op dit kanaal, neem eens een kijk op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. Dit was Reven Schultz, stootstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.